Dag Iris, hoe gaat het met je? Super, ja, alles was hier heel leuk vanavond, dus ik heb me goed geamuseerd. Wat heb je het afgelopen jaar gedaan? Oh, vooral voor school gewerkt eigenlijk, dat is heel raar. Maar ja, ik ben ook een beetje bezig geweest met zingen en ik heb nu een nieuwe single en ik hoop dat hem ooit uitkomt. Dus ja, daar wacht ik eigenlijk op, want dat is eigenlijk een Nederlandstalige single. Ik heb eigenlijk gekozen om in het Nederlands te gaan en ja, het is echt een heel mooi nummer en ik hoop dat dat ooit uitkomt. Dus dat is mijn enige droom nog. En heb je nog geen platenfirma gevonden die het wil uitbrengen? Ik heb een platenfirma, ja, maar we moeten nog goed bespreken of het nummer uitkomt of niet en hoe dat we dat gaan doen voor in de toekomst. We zullen wel zien, ik ben nog 18 jaar oud en ik kan alle kanten uit, dus ja. En welk genre van muziek is het? Nu ga ik naar het Nederlandstalige gaan en dan gaan we zien of dat aanslaagt. En als dat aanslaagt, dan ga ik dat wel verder doen. Maar wie weet, verander ik nog eens van stijl, ik weet het nog niet, maar ik hou het nu even bij Nederlandstalig. En kunnen we het vergelijken met Laura Lind of is het iets moderner? Oh nee, helemaal niet. Het is niet Laura Lind, het is ook niet Frans Bauer, het is iets lager. Het is gewoon, je kunt het vergelijken eigenlijk met Marco Borsato of ja, alle andere, bijvoorbeeld als Bo of zo van die dingen. Echt heel volwassen teksten die iets betekenen. Ja, ook in heel schoon teksten vind ik. Dus, Ga je misschien een klein stukje zingen? Oké, maar het is nog wel niet uit, dus, maar ja, oké. Verloren, verdwenen, de zin van mijn bestaan. Verloren, jouw liefde, waar is het heen gegaan? Hoe moet het nu verder? Mijn leven draait om jou. Voilà. Dank je, dat was heel mooi. Dank u. En dat nog met een vaste kaak. Voilà. Zeg, en na het Songfestival, wat, je hebt nu een studie afgemaakt en wat zijn er nog voor kansen uitgekomen na het Songfestival? Ja, mijn studie is eigenlijk nog niet af, want ik moet nog een gip doen. Dat is een geïntegreerde proef voor de jury en dan zit mijn studiejaar erop. En dan ben ik van plan oftewel verder te gaan met mijn platenfirma. Nog goed onderhandelen en zien of dat er nog een verdere toekomst in zit. En als dat niet meer gebeurt, dan ga ik zelf dingen schrijven, nummers schrijven. Omdat ik daar in mijn vrije tijd toch wel veel mee bezig ben. En ik vind als je zelf nummers schrijft, is dat altijd wel betere, alleen diepgaande betekenis. En ja, ik heb vrienden die een eigen studio hebben, dus ja, gewoon undercover en we zullen ooit wel zien of dat ik terug aan de bak kom. We zullen wel zien, maar Iris is niet dood, mensen. Iris is niet dood. Hoe kijk je eigenlijk terug op het Songfestival van vorig jaar? Heel positief. Echt waar, het is een leuke ervaring geweest. Ik heb het daar straks heel emotioneel gehad, met weer al euforia, omdat ja, al die herinneringen van toen komen dan boven en dat ligt nog altijd heel diep bij mij. Zo. Ik kan dat niet uitleggen, dat is gewoon een gevoel dat niet te omschrijven is. Als ik mezelf terugzie op de videobeelden van YouTube of eender waar, dan stromen de tranen echt letterlijk weer uit mijn ogen. En ik kan dat echt niet omschrijven, wat een gevoel dat geeft. Maar ik kan wel zeggen, het is een grote belevenis uit heel mijn leven dat ik nooit zal vergeten. Ja. En nog een laatste vraag. Zou je nog iets meedoen met het Songfestival? Ik denk dat wel mogelijk kan zijn. Pak nu bijvoorbeeld 25 jaar, dat een goede leeftijd is. Dat ik al veel ervaring heb op kunnen doen. En ook dat ik mag doen wat ik zou willen doen. Gewoon wat ik wil brengen en hoe ik het wil brengen. En dat ik gewoon als eigen Iris er kan staan. En ja, misschien ook ouder. Ik denk dat dat wel een troef is. Ik denk dat ik in 2012, vorig jaar, een beetje te jong was al. Maar ja, het was voor mij een hele grote ervaring. Oké, dank je voor het interview en heel veel succes met de nieuwe single, als die er komt. Oké, dank je wel. Merci.